wat de insteek was voor Poekeve is om het heel laagdrempelig te houden, zodat zowel niet-skatend publiek als skatend publiek hier binnen kan komen. En dat de skaters de niet-skatende mensen kunnen inspireren om het toch een keer te gaan proberen. En dat doen we door Amateur Hour, dus een amateurdag te organiseren. Maar ook Girls and Queer dagen. Een van onze werknemers die is zeer actief om meer vrouwen aan het skaten te krijgen. Dus we hebben ook haar gevraagd van, joh, wat hebben we dan nodig op zo'n dag? Wat we hier doen is dat we het niet allemaal zelf proberen in te vullen, maar dat we juist mensen die er meer verstand van hebben vragen om dat hier te organiseren. Begin coronatijd moest ik dus als zelfstandige verder. En dat was eigenlijk wel een hele goede uitkomst, want toen ben ik juist projecten gaan doen die dichter bij mezelf liggen. Dus een kleinere schaal en ook een kortere termijn waarin dingen gemaakt worden. Nu voor Motor Mozaïek ben ik dan gevraagd om een paviljoen voor hun te ontwerpen. Wat ik hier in het Poekeve heel tof vond is deze kas. En nu neem ik dat mee naar Motor Mozaïek om te kijken hoe we daar nog verder mee kunnen bouwen. En het is een heel modulair en flexibel systeem. Dus dan kan je een deel afbreken als je dat niet nodig hebt, of een deel aanbouwen als je meer nodig hebt. Zeker nu weet je niet wat we in april mogen, wat we van de zomer mogen, wat we volgend jaar mogen. En hoe kan je zo ontwerpen dat je op die verschillende scenario's kan inspelen? Je kan als ontwerper heel trots alles zelf proberen uit te vinden. Maar ik denk dat er juist heel veel toffe dingen ontstaan als je samenwerkingen zoekt met mensen die net wat andere kennis hebben. Waardoor je zelf ook verrast kan worden met wat het resultaat uiteindelijk wordt.